We gaan zo meteen in gesprek met een aantal mensen van het ministerie. En dan gaan we eigenlijk een voorbeeld doen van hoe wij de personen bij ons begeleiden. Dat doe ik samen met Jan en Richard. We gaan praten over waarom ik op de Baarsdonk woon. En wat anders is waar ik nu woon of dan waar ik gewoond heb. Wat ik hoop te bereiken is dat we het ministerie ook echt heel erg enthousiast kunnen maken voor onze aanpak. Het doel in eerste instantie hebben we ook tegen de bewoners gezegd, we maken er gewoon een superleuke dag van. We gaan trots vertellen wat we doen bij de Baarsdonk. Wie is deze cliënt? Wat is belangrijk voor deze cliënt? En wat maakt hem gelukkig? Wat is voor jou belangrijk ten opzichte van andere plekken waar je hebt gewoond? Ik kan echt mezelf zijn. Ja. Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat het ook anders kan. Mensen van mij die ergens anders zitten, dat ze ook weten van hey, het kan toch ook op een andere manier. En uiteindelijk, als we dadelijk doorkomen of als we winnen, dan krijgen we meer expertise, meer advies om het project nog leuker en waardevoller te maken voor de bewoners. Dus daar hopen wij op. Ik vind het echt buitengewoon inspirerend. Dat is wel prima. We hebben het horen gekregen dat ze het echt ontzettend mooi en fantastisch vinden. Dus top gedaan met z'n allen hier. Heel knap. Ook op Richard en op Jan. Goed. Ging goed, hè? Ging goed, denk ik. Ja, ik wil zeker toch. Ging echt supergoed. Ja. We zijn onszelf gebleven en... Ik hoop dat ze geluisterd hebben. Denk ik wel. Ja, dat was hem.